ben gewoon zo alleen en het spoelt de hele avond zo over me heen. Ik weet precies wat je bedoelt. Ik bedoel, Morten is alleen maar met die rux bezig en die hebben het helemaal leuk en dat zie ik ook de hele tijd. En ondertussen zit ik alleen met papa en het is eigenlijk zo pijnlijk voor me. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is dan ineens zo in my face dat ik ben wie ik ben en jij bent ook al boos op me omdat ik ben wie ik ben. Waar heb je het over? Het is toch zo, omdat ik mensen niet wil kwetsen, daarom ben je boos op me. Daar ging het toch over? Maar zo ben ik nou eenmaal. Nou, ho, dat jij mensen niet wil kwetsen. Laat me nou even, het gaat even over mij, mag het? Ik heb het gevoel dat er een enorme huilbui aan zit te komen. Volgens mij is dat heel goed. Ik denk dat ik even een ochtend heel erg moet huilen over alles. Over mijn jeugd en over papa en mama die dood is. En... Ja. Ja, nee, nou ben ik eruit. Sorry. Begin dan even opnieuw, over gisteravond. Ja, nou, het begon dus al met... Oh, ja hoor, tuurlijk, het gaat even over mij, maar nee hoor, dat mag niet. Zal Morten dan zijn of ik eieren voor hem kan bakken? Nou, hij zoekt het maar uit. Ik stuur hem zo weg, hoor. Nou is het even onze quality time. Niet alles hoeft te wijken voor de pasja. Oh, hey. Ben jij het? Wat leuk. Dit meen je niet. Ja, kan dat? Jij gaat scoren. Oh. Kom verder, Johan. Ik ben Kurk. Ja, hallo. Ja, Johan Smit. Kom binnen. Ja. Hey. Ja, het was nog best lastig, want ze gaan pas om 10 uur open. Maar ze waren er al en ze hebben de zaak voor mij opengegooid. Dat ik zo op het raam aan het bonzen was, denk ik. Heb je een nieuwe gekocht? Ja. En in de goede maat. 39, toch? Weet je wel wat die dingen kosten? Ja, dat weet ik nu, ja. Was wel even schrikken. O jee, daar komen ze en nu moet ik ze niet. Alsjeblieft. Jeetje, Johan. Nou, daar ben ik wel even stil van, zeg. Ja, dat is een goeie.